Ja, ik heb een soort van koksbuffet. Koksbaret weer op. Want we gaan vandaag gefrituurde kip tekenen. Hoe teken je nou gefrituurde kip? Kipnuggets. Dat zijn gefrituurde kip. Zo. Het is allemaal wel moeilijk uit te spreken. Gefrituurde kip. Ik denk dat we het gewoon beter kunnen gaan tekenen. Doe je weer mee? Ja, gefrituurde kip. Nou, ik ben zelf niet zo van de fastfood. Dus ik ben ook nog nooit bij zo'n kiprestaurant, zo'n kipfastfoodketen geweest. Maar ik weet dat ze er emmers hebben met gefrituurde kip of kipstukjes. Ik moet zeggen, ik vind kip en ook gefrituurde kip wel erg lekker. Al eet ik het bijna nooit. Maar misschien moet ik daar eens een keer naartoe. Misschien moet ik het daar eens een keer gaan proeven. Want ik weet eigenlijk niet. Ik weet natuurlijk wel hoe kipnuggets smaken of een kipsnitzel. Maar van die kipstukjes. Ik heb nog nooit geproefd. Maar we gaan het gewoon even tekenen wel vandaag. Kipstukjes. Nou, dus laten we eerst eens dan die emmer tekenen waar je dat dan in meekrijgt. Ja, dat is zo'n grote emmer. Zo. Ik weet niet precies wat daarop staat natuurlijk. Maar laten we dan maar eens een beetje Amerikaans een ster erop zetten zo. En dan misschien ook zo'n kippenpoot. Of een een kop van een kip zo. Hop. Nou, dat is niet de beste kip. Het lijkt weer een papegaai. Maar goed, je snapt wat we bedoelen. Een kip. Nou, goed. Oh ja, dan moet hier nog lelletjes onder zo. Dan wordt het wat meer een kip. Misschien, nou, hier nog wat kippenpootje zo. Goed, maar we gaan de kipstukjes doen. Dat is natuurlijk een beetje crunchy. Dus laten we daar ook crunchy stukjes zo van maken. Ja, dat is nog niet zo heel makkelijk om dat er ook een beetje crunchy uit te laten zijn. Ik zou wel gelijk wat schaduw doen. Hier ook, in die emmer. Zo. Hier aan de onderkant zie je, doen we iets meer. Dan krijgen we, omdat het daar natuurlijk wat meer schaduw is, wat meer van die relief dingetjes, krijg je wat meer diepte. Zo. Nog een beetje dat het warm is zo. Een beetje van die hitte eraf laten komen. Nou, gefrituurde kip. We gaan hier nog wat schaduw geven. Zo. Laten we die ster wel even wat meer opvallen zo. Nou, ga zelf ook eens gefrituurde kip tekenen. Of ga gewoon lekker eten. Frituurde kip kan natuurlijk ook. Je kan hier natuurlijk nog een flesje cola bij tekenen of een heel menu van maken. Maar ja, het ging vandaag gewoon om de gefrituurde kip. Dus bij deze. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!